Hier zijn we bij de leiders. Ja, het is altijd goed als je de wolf bij je hebt. Want die rijdt altijd. Hij reed op weg naar Roubaix 3 jaar geleden met Wampers door. Werd toen ook tweede. Hij reed met Danens door in het reeds veel geciteerde kampioenschap in Japan. Ja, maar toen moest hij eerst nog die Noor van zijn fiets afslaan. Toen werd hij ook tweede. Dus rijden doet hij altijd. Dat moet je dus de Belg nageven. Hij komt uit Aalst. Althans, daar is hij geboren. En heeft het driedubbele salaris gekregen in Italië. Van wat hij vorig jaar bij Roger de Vlaming verdiende. Maar alle respect voor onze landgenoot, Steven Rooks. Die bezig is aan een hele mooie koers. En hij hoopt dat zij pakweg zo'n halve minuut voorsprong houden voor die laatste klim hier. De Côte de Forge is dan nog. Die ligt op 22 kilometer van de aankomst. En tussen de Forge en de Côte de la Redoute die wij daarnet beklommen hebben, liggen 15 kilometer, waarin dit groepje wel eens heel dichtbij zou kunnen komen. Ik herhaal de namen Ruwe, Teunissen, Fourlan, Roach van Hooydon, Cassani en Bernard. Je ziet ze trouwens staan met Rominger natuurlijk. Tony Rominger. Teunissen aan de leiding. En u zag misbaar straks van Hooydonk. Die wilde dat er doorgereden werd. Maar als ze zo blijven koersen, komen ze van achter weer terug. Kijk, Jan Teunissen bewees woensdag al dat hij heel goed rijdt. Hij heeft longontsteking gehad. Begin maart. Bijna longontsteking. Ja, is hij goed van hersteld. 40 graden koers had hij. 12 dagen in bed moeten blijven, maar nu is hij terug op zijn oude niveau. Hij was woensdag op de muur in Hoei, op 31 kilometer van de aankomst hier, was hij dus absoluut de beste. En daarom liet Argentin toen zijn 2 ploegmaats ontsnappen. Argentin die er dus niet bij is. En dus laat hij weer het werk opknappen door de heren Cassani en Fourlan. Opzienbarend hoe deze twee knechten in de grote klassiekers mee kunnen. Kijk eens wat een gemak hier de heer Giorgio Fourlan aan het daglicht zegt. Prachtig zoals hij rijdt, rustig. En hij gaat toch maar gewoon het gat in. Links en rechts komen er nu renners aansluiten. Gouvenou heeft het gezien en is naar Fourlan toegereden. ...38 seconden voorsprong voor Rooks en de Wolf op Fourlan en Gouvenou en daarachter de mannen die overgebleven zijn uit het peloton nadat we over de Redoute zijn gekomen. Geen georganiseerde jacht daarachter. En laat deze twee het werk doen. En daar gaat Teunissen. En die gaat flink door. Maar er wordt op gereageerd natuurlijk. Door Van Hooydonk. Ja. Die verdedigt. En Bernard. Dus, ja, die verdedigt dus de koppositie van Rooks. Die pakt alles terug voor zover hij dat kan. En neemt dan niet over. Gert-Jan, indrukwekkend in de Ardennen woensdag. Daar is Chiappucci. I grazie. Hupsie. En die ziet Gert-Jan en die trekt nu goed door. En alleen Bernard komt er zo nog aan. Van Hooydonk heeft even af moeten haken, maar Teunissen gaat door. In de beugel en die krijgt dus Bernard mee. Hij is sterk hoor, Bernard. Heel sterk. En de andere voorlopig? Dat is te veel voor ze. Dus alleen deze twee machtrijders bergop kunnen dit. Ik moet toch zeggen dat het de eerste wereldbekerkoers is waarin een landgenoot tot de kopgroep behoort en een landgenoot bij de achtervolgers te vinden is. Maar dit is ook het terrein natuurlijk van Rooks en Teunissen. Hier moeten ze scoren. Jeff Bernard, ook al een verzamelaar van oude auto's, liefhebber.
zoon van een slager. En deze veel besproken Gert-Jan Teunissen. Rooks en De Wolf aan de leiding, Teunissen en Bernard daarachter. En hier komt Tony Rominger met Cassani en Rué. Zie je wat die Zwitser makkelijk het gaatje dichtrijdt, rustig op zijn gemak zit. En het verschil is nu tot 20 seconden teruggebracht. Dus Rooks en De Wolf verliezen terrein door die acties van Teunissen en Bernard. 22 seconden. Kijk, nu daar kijk, zijn ze. Ja, in één beeld. Als de cameraman en de helikopter dit begint te doen. Maar goed, ze gaan door. Natuurlijk gaan ze door. In de hoop dus nog met voorsprong die laatste code van vandaag voor het bergklassement, de Côte des Forges, te bereiken. Kleine 30 kilometer nog. En nog 7 kilometer naar de voet van die laatste helling. Rominger en Cassani. Hey, dit is Alcala. Kwalsvol. Is Kwalsvol, de Noor. Dus er is van achter nog het een en ander bijgekomen. Daar is Hamburger weer, of niet? Miller? Kan ook. Ja, Miller. Robert Miller, die hier ook vaak goed gereden heeft. En Miller trekt Rozen mee. Die er dus ook nog altijd is. Winnaar van de Ronde van Zwitserland verleden jaar, waar een beetje schamper over gelachen werd. Ja. Geen echte winnaar, riep men. Woensdag was hij zevende. Wordt nog gekeken. Van Hooydonk doet natuurlijk niks. Dit is Cassani. Wat hij al allemaal gereden heeft dit jaar. Weet u nog die prachtige dingen die hij in Tirreno Adriatico deed? Samen met Argentin en Collager. Twee dagen achter elkaar in die volgorde. Argentin 1, Collager 3 en dan Cassani ertussenin. En Miller gaat vaart maken. Dus Miller hier met Rozen. En er wordt opzienbarend veel gekletst, zal ik het zo maar noemen. Voerlan is er ook weer terug. Kwalsvol is daar. Van der Laar. Miller die is ingehuurd door de ploeg van Priem als knecht voor Teunissen. Dat kan hij nu dus bewijzen. Teunissen was niet zo te spreken afgelopen woensdag over het optreden van zijn helpers. Hij zat min of meer alleen, zei hij. Cassani, Rominger, Alcala, Kwalsvol, Miller, Roos van Hooydonk, Voerlan en Van der Laar, de achtervolgers. Nogmaals geconcludeerd, de ploeg Post ontbreekt hier. Hadden straks nog Bouwmans en Ekimov. En nu Zero. De ploeg Lotto ontbreekt hier totaal. Maar daar, voor dat soort renners, voor een museum bijvoorbeeld, is de Redoute dan net iets te veel. Daar moet je meer hebben dan alleen maar macht. Rooks en De Wolf boven in uw beeld. Demarrage uit het peloton van een tulp. Het moet een Rozen zijn. Of Van der Laar. Blijf er nog eentje voor. Voerlan gaat mee.
is Van der Laar die daar van voren zit, want ik zag hier rozen. Van Hooijdonk hier in die moeilijke positie, wat moet hij? Controleren. Daar is Van der Laar. Dit is Roningen. Kwalsvol. Aukala. Teunis. 23 seconden nog. Wordt spannend. De compositie van de achtervolgende groep is bepaald goed te noemen. Ja. Daar zitten geen misselijke rijders in. De W aan de staart. Cassani voor hem, daarvoor een Hooijdonk, dan Van der Laar. Roos aan de leiding met Miller in zijn wiel. En dan geeft hij af. Hij heeft genoeg tempo gemaakt, vindt hij dan. En dan moet er direct opvolging komen. Maar u ziet dat Miller dat niet doet. Die houdt de benen stil. En ook Bernard doet dat niet. En zo valt het ineens stil en kan Miller gewoon rechtop gaan zitten. En is goed in de kleren gaan friemelen. In het inzetje Rooks en de Wolf aan de leiding met 20 seconden en meer. Daar gaat Cassani. Geen Argentijn dus in de finale. Dus mogen de twee knechten Cassani en Fourlan het weer doen. Opzienbarend. Bernard rijdt makkelijk op het wiel. Andere constatering, ook voor Frans Maassen is het dus even te zwaar geweest. We zijn in de laatste echte klim bezig die op de kaart genoteerd staat. Maar ik heb u al gezegd, wacht tot vlak voor de finish, want dan staat er ook nog wat te wachten. Op de Forge, de tiende berg van vandaag. 6% gemiddeld. En een rottig stukje 10%. Zo ongeveer op 1/4 van de klim. De wagens gaan er tussenuit. Rooks kijkt en weet het. En dan komen we met een man of 10-12 aan de leiding straks. En dan kunnen ze direct meteen gaan spelen, want als dat in de klim gebeurt, dan kunnen ze weg gaan springen. Rooks zit klaar. Dirk met het bekende rode hoofd. En nu rijdt Rooks dus aan de leiding. Als die met voorsprong deze berg kan passeren en boven valt het weer stil zoals gebruikelijk, dan heeft hij misschien een kans. Daar komen ze aan hoor. Als maar, wild dat op een prooi jaagt, hè? Maar de verschillen zijn nou 100 meter. Als ze zien, ze gingen door de bocht. Kijk. Links Roemingen. En ze zitten nu gewoon te wachten. Wie? Rooks, de Wolf, oh, daar komen er twee aan. Er zijn er twee uit het peloton weggegaan. Dat zal Jean-François Bernard wel zijn. En Fourlan of Cassani? Fourlan moet zo'n ongelofelijke moraal hebben opgebouwd uit die overwinning van woensdag, dat hij hier gewoon met de allerbeste meeklimt. Was al Italiaans kampioen, maar altijd gedwongen te knechten. ...125 meter hoogteverschil hier, van de voet tot de top. En hier zien we dan dat Rooks en de Wolf en Cassani ingelopen worden door Jean-François Bernard. De Wolf probeert het nog, hè? Zie je? Bernard, hij was verwacht. De Wolf gaat door, terwijl Rooks zich liet uitzakken. Gaat Dirk de Wolf door. Die moet je dan ook echt terugpakken. Letterlijk. Hij heeft pijn, maar hij gaat nog eens een keer. Puur op wilskracht. In de laatste klim dus voor het bergklassement. Op 22 kilometer voor de streep. Dirk de Wolf.
op de Côte des Forges. 50 meter daarachter. De eerste achtervolgers. Rooks heeft kunnen aanpikken bij Cassani. Bernard maakt een hele goede indruk. Het komt niet uit het zadel. Draait één tempo naar boven toe. Is sterk, kan dit goed. En pakt dus de wolf weer terug. En Rooks, ik heb het al voorspeld, heeft zodanig gereden dat als er concurrentie uit de achtergrond kwam, dat hij dan ook nog mee kon. Niet alles uit de kast, niet totaal los. Cassani, de wolf nu ingelopen door Bernard, vier man dus. Bernard, de wolf, Cassani, Rooks. En de man hier aan de leiding waarvan Bernard Hinault ooit zei, hij wordt mijn opvolger. Dat was in 1987 toen hij op schitterende wijze een tijdrit won op de Mont Ventoux in de Tour de France. Ja, waar niemand toen naar keek, dat was het mooie, want Stefan Roach won toen de Tour de France. Maar Bernard reed toen die fantastische tijdrit. En kijk eens wat het gat meteen groot is geworden. Oei, 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 daarachter wordt niet meer gereden. Die hebben de slag gemist. Dat betekent dat de twee mannen van Priem, Müller en Teunissen, niet in staat waren om aan te pikken. Dus vier koplopers daarachter deze jachtgroep met Gert-Jan Teunissen. Ineens is hij er ook weer bij. Maar een pestjaar verleden jaar toen hij bij de Vlaming reed in die merkwaardige ploeg van Tonton Tapi. Teruggegaan naar de ploeg van Davide Boy Fafa, de Carrera's in Italië, blijkt hij dan toch weer wat meer te kunnen. Ruey doet dus wat gymnastische oefeningen. En in het laatste wiel rijdt hier die andere verrassende renner, Fourlan van de Aviostea ploeg. U zag de achtervolgers met Gert-Jan Teunissen nogmaals in beeld geprojecteerd. Wat kan Alcala? Die is ook in vorm gekomen in Spaanse etappenwedstrijden. Jim van der Laar, Ruey, met zijn zegen in de Haute Var, dus ongeveer op een parcours als dit, Luc Rozen. Rominger. Ja, Rominger, denk ik, die ziet naar het wiel van Teunissen, want als er nog een goede reactie komt, dan komt hij van Gert-Jan. ...35 seconden voorsprong voor de vier koplopers op de jagende achtervolgers. U zag Tony Rominger die Gert-Jan Teunissen aflost. En kijk maar eens, het is door ons aangekondigd. Hier draaien Rooks en de Wolf gewoon mee, alsof ze niet op 120 km voor de aankomst zijn weggegaan. Alsof ze niet die extra inspanningen hebben geleverd. 47 seconden, dat betekent dat ze uit de klauwen van de achtervolgers blijven. Dat kon je ook een beetje zien aan de manier waarop daar gereden werd. Afdaling van Hambourg. En dit zijn de eerste huizen van Luik. Ik denk dat Jean-François Bernard op een mooi moment wacht. Hier in Aan, bij die klim. Het is een, ja, hoe moet je het zeggen, een plaatselijke omloop. We doen een rondje door dat plaatsje heen. Met aan het begin een lastige, lange klim. Met een brede weg. En dan even draaien en dan is het weer bergopwaarts naar de finish toe. Met wind in de rug finishen. En ik schat dat we nu zo'n 14 kilometer nog van die finish verwijderd zijn. Met de 4 in het inzetje. En de 11 daarachter. Rooks krijgt, wat te horen, de voorsprong. Het is 5 seconden afgenomen, verminderd. Ja, zo'n grotere groep maakt natuurlijk meer snelheid in een bergaf.
Maar het zou knap zijn van Steven Rooks als hij straks op het podium kan komen. Dat zit er nog altijd dik in. Want bij de 11 daarachter is ook niet echt de organisatie op gang gekomen. 13 kilometer nog naar de finish. Tussen worden de ploegleiders ertussen uitgehaald. Tussen de 4 en de achtervolgers. We zijn nu in Luik. Bernard, Rooks, Cassani, De Wolf in die volgorde. En Ferretti, de ploegleider, de zeer succesvolle ploegleider van de Ariosteas, komt bij Cassani. En dit is dus de eerste wereldbekerkoers na Milan Sanremo, waarin je echt de mensen die je had verwacht ook van voren ziet. Een Bernard, een Rooks. Daar komt Stanga voor De Wolf. Alle ballast gaat weg. Stanga is die keurig uitziende heer achter het stuur. Met al 20 successen dit seizoen. Steven Rooks, kijk eens waar De Wolf blijft. Maar De Wolf doet mee, dat is zijn karakter. En Cassani doet dat ook. Er wordt in tegenstelling tot vroeger veel meer doorgereden. Ook al door die beroemde punten. Ook José Miguel Echevarri is naar voren gekomen. Dus we hebben alle ploegleiders nu even van voren gezien. U zag even De Maas. Teunissen. Toch hebben deze twee mannen, Miller en Teunissen, de slag gemist. Op de Redoute en op de laatste helling, de Forge. Nee, dit is geen pure jacht meer. Het schommelt zo rond de 40 seconden. Roach wordt afgelost door de Valsvol. Rominger die een goede indruk heeft gemaakt, maar dan toch dat laatste sprongetje net niet heeft kunnen maken. Teunen ze dan maar weer eens. Miller die kennelijk toch problemen heeft, anders zou hij zijn kopman veel meer helpen. Kijk, dit loopt niet lekker. Daar komt Boy Fafa, of dienstassistent, voor Roach. Ja. En Van Hooijdonk zit daar lekker in en ja, Miller. Ja. Typisch Miller overigens. Nooit een man geweest die er vol inging. Rijdt prachtig berekenend en kan ieder jaar weer ergens een 500.000 verdienen. Heeft een mooi landhuis in Frankrijk. Vroeger werkte hij met zijn vader het schoonmaken van kelders. Terug naar de koplopers. Meer dan 10 kilometer. Ik denk dat nu wel zo langzamerhand de conclusie kan worden getrokken op 7 kilometer voor de streep. Dat met grote waarschijnlijkheid deze 4 het zullen gaan uitmaken. Tenzij er van achter nog een wonder gebeurt, maar dat zie ik niet zitten. Rooks. Kom, neem over, zegt hij. Aflossen. Cassani doet het. Nog altijd 55 seconden voorsprong voor deze 4 op 7 kilometer voor de streep. En op 4 kilometer voor die laatste helling. De Wolf, Bernard. Allebei geen grote sprinters. Rooks, die hard kan aankomen. Getuige zijn tweede plaats vorig jaar nog in Stuttgart, het wereldkampioenschap. Maar erbij dient vermeld te worden dat dat wel na 262 kilometer gebeurt. En dan is het meestal zo, wie nog macht heeft, die is de snelste.
laat zijn buurt over. 1 minuut. Dus dat is alleszins geruststellend. In ieder geval staat nu vast dat Eddy Merckx de absolute recordhouder blijft in deze koers met 5 overwinningen. Want Argentin had hem kunnen inhalen. Maar van de Italiaanse vedette hebben we vandaag niets gezien. En we gaan de winnaar zoeken bij De Wolf, Cassani, Bernard of Rooks. En zie hoe het al langzaam begint te stijgen. Dit is niet lekker. Ook het beeld leidt daaronder. De weg loopt hier dus vals plat omhoog. Met Rooks op kop. De Wolf een tikje in problemen, dacht ik. Maar kan terugkomen in het wiel van Cassani. Nog wat steentjes. Wel ja, dat kan er ook nog bij. Italiaan rijdt makkelijk en Dirk heeft het moeilijk. Maar komt op karakter weer bij. Italiaan aan de leiding. Bernard. Rustig. Rooks, zoals hij de hele wedstrijd al gereden heeft. Let op Dirk. Let op Dirk. Ja. Zal Dirk even adem hebben? Ja. Want die versnelt nu in de klim. Tempo maken dus. Het moeilijk maken, want hij is geen sprinter. Rooks afwachtend in goede positie. En hier loopt de weg nog altijd omhoog, je ziet dat. Bijna 6 kilometer nog. En nog 2 kilometer voor de echte klim, de laatste klim. Maar dit slaat er goed in hoor, dit. En De Wolf doet wat we van hem verwachten, strijd leveren. En daar gaat hij. En wie pakt hem? Bernard wacht even. De Wolf gaat weg. En Bernard gaat niet. En Cassani gaat wel en Rooks bekijkt het. Die gokt op Bernard en De Wolf is weg. Dus Dirk haalde inderdaad even adem, alvorens hij tot dit plan besloot. Kijk, en Bernard geeft af en zo kan Dirk De Wolf doorrijden. Dus puur op karakter en macht gaat hij. En brutaliteit. Ja, de minste klimmer van allemaal maakt gebruik van de rivaliteit. Daar gaat Rooks. Die schakelt ook nog verkeerd, dacht ik. Bernard, Rooks, Cassani in achtervolging. Ze houden De Wolf binnen afstand. Die helling komt nog. Hij heeft een lekker gaatje al, hoor. Hier gaat hij weer even omlaag. En Rooks geeft nu af. Dat zag je duidelijk van, doe maar. Ik ga niet. En dan moet Cassani wel. Die gaat ook niet echt door. Nee. En zo groeit de voorsprong van Dirk De Wolf. Die gebruik maakt van de rivaliteit tussen Bernard, Cassani en Rooks. Verrassend dat de minst sterke klimmer bergopwaarts wegrijdt. Dirk De Wolf en dan een gat. 120 meter schat ik. Zo kennen we hem. Tong uit de mond, Rooks kijkend en op reserve nog steeds. Toch niet sterk genoeg, het beste eraf. Of wacht hij af dat iemand dat gat dichtrijdt en in het wiel dan klats mee. En hier zijn we, dacht ik, al bij de klim. 9 seconden. Dat staat voor 100 meter. Ja, ja. O jee, als ze niet nu reageren, is gebeurd.
dan wint Dirk de Wolf deze 78ste Luikbas naar Luik. Hij komt nu in de beklimming. Eens kijken wat hij daarover heeft. En eens kijken wat Cassani, Bernard seconden. En Rooks doen. Kijk, een schoonheidsprijs zal Dirkje nooit winnen. En het zit allemaal niet zo lekker, dat shirt. Dat wil hij wel graag open. Tong uit de mond. En maar bonken. Tandje. Moet even wat kleiner. Dit is echt alles geven wat je hebt. En hier gaat het dus omhoog. En wie neemt de verantwoordelijkheid op zich bij deze drie? Niemand. En dus rijdt de Wolf daar in een zetel. Laatste obstakel voor de streep. We zijn nu, schat ik, op 4 kilometer van de finish. En zou dan België zijn overwinning krijgen, zijn eerste overwinning in een klassieker van dit seizoen, waar men in de Belgische pers vurig naartoe geschreven heeft, want waar waren wij Belgen, was dat te lezen in de Belgische pers. En ik voeg daaraan toe, waar waren wij Nederlanders? Nou, Rooks heeft lang goed gelegen. Het zit nog steeds niet lekker in dat shirt van Dirk. Goh, wat is die onrustig. Kijk eens. Ja, ja, het is gebeurd. Bernard Rooks, Cassani. Verrast door de man op wie eigenlijk het minst gerekend werd in deze finale. Die Spaanse vlag kan weg. Het kan de Belgische vlag worden vandaag. In Italiaanse dienst, dat zij gezegd. En de eerste aansprekende overwinning voor de ploeg van Bugno, die we vandaag ook niet gezien hebben. Maar daarvoor kochten ze de Wolf, samen met Verdonk. Twee Belgen werden voor de klassiekers gekocht. En deze Dirk de Wolf boekte de eerste overwinning in de eerste etappe van de driedaagse van de Pannen. En als dit lukt, wordt het zijn tweede zege. Ook de tweede zege voor zijn ploeg. Cassani gaat eraf en Bernard en Rooks gaan door. En nog steeds in die helling. Je zou zeggen van... Nou, nog één flinke snok eraan met z'n tweeën. En nu komt Rooks over, ja. Rooks gaat over en Dirk geeft nog eens een beetje gas daar in die klim. Want die is bijna boven. En dan moet hij afdraaien op dat parcours nog. We zijn nog niet bij de finish. Nee, nee. Veel publiek. Allemaal walen die voor een Vlaming staan te klappen. Sport verbroederd. Nou, soms. En Bernard die het achtervolgende werk doet... Allemaal met de grote versnelling nu. De Wolf is boven. En wordt gedragen door het applaus. Kan die stand houden tegen Bernard en Rooks? Het laatste verschil zagen we was 24 seconden. Ja. Maar nu Cassani eraf is gegaan, is het misschien ietsje kleiner geworden, we weten dat niet. Bernard doet de forcing in ieder geval. Rechtsboven Bernard en Rooks. Groot Dirk de Wolf. ...28 seconden, hij loopt nog uit. 4 seconden erbij. Voor Dirk de Wolf. Ja, hij verbaasde ons in Utsunomiya in Japan. En bleek verder altijd een zeer goed gemutste wielrenner te zijn. Altijd lachen, een beetje druk type. Reed nog voor de ploeg van Jan Gisbers. Stapte vervolgens over naar de ploeg van Roger de Vlaming. En zit dus nu in Italiaanse dienst. Bijna 2 kilometer nog voor de finish.
Daar gaan we draaien. Professional sinds 1983. 16 overwinningen in zijn loopbaan, niet zoveel. Maar naarmate hij ouder werd, steeds sterker geworden. En hier de achtervolgers, waar Bernard nog altijd zo te zien vol gas geeft. Dat heeft hij te laat gedaan, denk ik. Rooks, die dus nu al 120 kilometer in de aanval rijdt. Trouwens, de Wolf ook, die ging samen met hem weg. 25 seconden nog. 3 seconden heeft de Wolf verloren. De Wolf die dus 31 is. Krijgt de verzorgingswagen achter zich. En vorig jaar beëindigde hij deze koers als 10e. Aanvankelijk leek het meer een man voor de Vlaamse klassiekers, maar dit kan hij dus ook. Plaatselijk circuitje dus nog even. Valt niet stil. Zie je dat onrustige? Ja, dat zijn... Raas had dat vroeger ook. Ja. Friemelen, er zit er iets niet lekker. Bedenk dan dat het hele half lichaam minuut. Nu pijn doet hoor. Kilometer nog voor Dirk de Wolf. Hij is vanaf 10 voor 10 bezig. En we zijn nu 5:20 in de middag. Regen, kou, alles hebben ze getrotseerd vandaag. En dan nu in deze laatste kilometers in de reserves gaan, diep in de reserves gaan. Om de 262 kilometer vol te maken. Typische stijl van de Wolf. Dat kon je liplezend kon je dat zien. Nou, mooie overwinning voor hem. Ja. Als dat lukt zal, als u oplet, straks te zien zijn hoe uitbundig hij deze zege zal begroeten. Jazeker, maar dat zal nog even duren denk ik hier in Luik. Kijk, daar gaat Dirkje al, die gaat al vieren. Thuis. Ja, u denkt, waarom praten jullie zo over? Maar hij spreekt zichzelf altijd toe in Dirkje. Hij had alles op Parijs-Roubaix gezet en dan komt hij in een Waalse klassieker hier als eerste naar boven. Dat telt. Kijk. De zegentocht die duurt iets meer dan de gebruikelijke meters. Maar het is er niet minder om. Duclos LaSalle verleden week. Dirk de Wolf nu. Hij is binnen. Hij heeft gewonnen. Mooi. Dirk de Wolf wint dus hier. Luik Bastenaken Luik. En zijn eerste succes in een wereldbekerwedstrijd. En hij wordt werkelijk omstuurd nu. Terwijl u naar Bernard en Rooks kijkt. We hebben die hele onsmakelijke beelden van die horde gekken die over hem heen valt. En Rooks zet aan voor de sprint voor de tweede plaats. Bernard ziet dat en denkt, ga jij maar. Rooks pakt de punten en hij doet dat op 30 seconden verschil. Rooks 2, Bernard 3. En dan zullen we eens gaan kijken wat dat allemaal oplevert. Ook daar idiote beelden van bovenop sportmensen springende collega's. Dat wordt ook steeds erger. En Steen van Rooks die 20ste staat in het wereldklassement. Die krijgt dus nu 75 punten bij zijn totaal. Inmiddels een minuut verstreken. Hier ziet u Jean-François Bernard. 3 dus binnen. 1 de Wolf, 2 Rooks, 3 Bernard. En dan wachten we op de groep van 11 of wat daar nog van over is. Daar hebben we niks meer van gezien. Terecht bleef de regie bij de absolute koplopers. Cassani, ja. Wordt 4. Solo. Op. Anderhalve minuut al. Cassani 4 op 1:35.
gelost is op dat laatste hellinkje op 3,5 kilometer voor de streep. De fluitjes van de politie klinken, er zijn weer renners in aantocht. Sprint. Met Ruwe. Ruwe, Rominger, Teunissen, Voerlan. Achterstand 2 minuten en 4 seconden. Dus Gert-Jan Teunissen wordt 7e. Miller is de volgende voor Van Hooijdonk, Alcala, Van der Laar, Rozen, Roach, Kwalsvol. En zo is iedereen binnen die u heeft in de kop van deze race wedstrijd gezien. Het is een werkelijk gegooi en gesmijt op het ogenblik van mensen die renners graag willen spreken of voor camera's willen halen. En dat gaat maar door. U ziet het vanuit de lucht. Chaos hoort een beetje bij dit soort aankomsten. Maar hier wordt het wel enigszins overdreven. Hoeft toch allemaal niet. Ga eens kijken of ik misschien iets met Rooks kan doen. Nog even de laatste meters van Dirk de Wolf. En hoe blij dat hij is. En terecht. Hij heeft 120 kilometer in de aanval gereden om hier zijn eerste grote overwinning te boeken.